Openen, dames en heren. Ja, dan bel je de burgemeester. Alle kansen aanwezig zijn om de meest duurzame regio in Nederland te worden. Mevrouw Van Nis, de wethouder van onder meer economie en duurzaamheid. Als het om duurzaamheid gaat, als het gaat om ondernemen vanuit duurzame principes, dan is dat een zaak die je met elkaar in de hele regio moet aanpakken. Want dan gaat het ook om nieuwe markten, dan gaat het om economische ontwikkeling, waar die niet ophoudt bij de grenzen van de gemeente. En dan is het ook heel belangrijk om expertise die we daarvoor nodig hebben als stad te delen en samen door te ontwikkelen met alle gemeenten hier in Twente. Ja, hij kwam wat later binnen, maar we zijn toch dolblij dat hij er is. Want het CDA heeft wel rans aan de hoofd de laatste tijd. Zeg iets verkeerd, meneer Rikker. Toch moet hij hier nu praten over duurzaamheid en innovatie. En ik ben het met Marijke van Hees met de laatste woorden ook eens. Dat gaat niet meer van de agenda af. Waarom? Omdat het business is. Dat is mijn stelling. Het energiebeleid krijgen van de provincie Overijssel, dat is ambitieuzer dan van het kabinet Rutte. Wij gaan voor 20% in 2020. Het kabinet sluit aan met de Europese doelstellingen van 14%. Eet een broodje, drink een glas melk en doe wat je moet doen. Eet smakelijk, dankjewel. Deskundige van de gemeente Enschede, Twente Mobiel, Kennispark Twente, het innovatieplatform Twente, Kamer van Koophandel en Sintens. Met Timmer. Dus je zou centrales kunnen ontmantelen vanuit de gedachte, als er heel veel auto's aan het staan te laden en we hebben een piekverbruik, dan haal je die energie, direct energie, gewoon even uit de accu's van die auto. Is de voorzitter van de Kamer van Koophandel van dit deel van het land. Ik heb u goed aangekomen, meneer Koopman. Kijk wat somber erbij, maar dat gaat helemaal goed, toch? Oké, super. We hangen aan de lippen. Ik mocht er en zal er ook niet veel meer over zeggen dan dit, wat de grote verrassing van volgende week vrijdag in de Zwolle plaatsvindt, als de aftrap plaatsvindt. Maar ik wil u wel heel graag wijzen op de website die hier genoemd is, www.energiescanoverijssel.nl. Dat is voor ieder van u die daarin geïnteresseerd is en dat bent u uiteraard allemaal. Volgende week bij u aan, hij is de grote baas van Twente Milieu, de heer Robert van Winden. We willen graag wel de beste zijn in de branche en we willen graag. En dat is denk ik wel een hele belangrijke. We gaan niet meer voor winstmaximalisatie, maar voor betekenismaximalisatie. En die betekenismaximalisatie bedoelen we echt dat we met mensen met handicap iets willen doen wat ogenschijnlijk niet zou kunnen. Zijn er nu de tijd, dames en heren, een half uurtje voor sessies. Dus de meeste zaal daar spreekt de heer Van de Geest over de Rosma lijnolieverven. In de café 1615, daar spreekt de heer Rijnde Boon over groeistrategieën. En in sessie 1, de Swingtop, de Rockcafé. Dus ik ga wel heen naar spreekt de raadhuis, de heer Beumen. We hebben nog allereerst een verhaal over de bio-energie in Twente. Dat doet meneer René Veenendaal. En dan niet in een paar honderd miljoen jaar, maar in een paar seconden of een paar minuten om te zetten naar een goedje wat lijkt op de fossiele brandstoffen en grondstoffen die we nu hebben. Dus wat lijkt op gas, kolen, dat kan een ingekoolde biomassa zijn of een afgeleid product, of olie. Dan wil ik heel graag de heer Egbert Schasvoort. Wij willen een toppositie in duurzaamheidsindexen en het is dus al dat sinds 2005 dat Akzo Nobel in de top 3 van allerlei duurzaamheidsindex staat. Ik nodig graag mevrouw Wijfels uit om een presentatie te doen. Ik ga u meenemen eigenlijk op de catwalk met duurzaamheid. Ik ga nu uitnodigen de eerste, ik zou zeggen, pitchmaker. En dat is Hans Anders van H.A. Rentals. Ik heb een licht- en geluidsbedrijf. Energie besparen op licht. En op een aantal evenementen is het ons zelfs gelukt tot 92% te besparen. Ik nodig graag de tweede idee uit en dat is van Rick Voerman. Een aantal jaar geleden werd gevraagd door een stichting in Nepal om een kinderthuis die werd aangelegd naar een eigen riviertje of zelfs geen stroom konden halen uit die rivier.
kost bijna niks, weegt bijna niks. Je kunt het zo in je rugzak stoppen. En je kunt hier een hele grote groep mensen blij mee maken op zulke plekken op de wereld. Mag ik vragen om deze heren beide de groene stropdas uit te reiken? Dan gaan wij tot slot u horen over duurzaam en verantwoord ondernemen bij Grols. Dank u wel. In 2016, dat is erg ambitieus, om al het gerst wat wij gebruiken om onze via de mout in ons bier te gebruiken, dat het volledig duurzaam geteeld is. Dus dat betekent dat wij op ons groenste biertje af en toe kunnen proosten en toosten. En daar wou ik erbij laten. Dus dankjewel. Ik wens u, vond het heel erg leuk dat ik hier vandaag wilde zijn. Bedankt voor de komst. Heel veel plezier nog bij de rondleiding. En drink niet te veel. Dag. Ja.